Ja, hartelijk. Ach, ja, hij hoeft ook eigenlijk niet, maar misschien dat hij... Ja, hij doet het wel. Ja, hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Juri Albrecht. Ik ben directeur van de Bali en ik ga het gesprek leiden vanavond. We zijn hier bij elkaar omdat we een literaire avond hebben over schrijven, schrijverschap, schrijvers en het schrijven van romans. En die hebben wij met Sarah Sluimer en Persis Bekkering. Ik ben ontzettend blij dat jullie hier zijn, beide. Het is een groot voorrecht. We gaan praten over jullie beider debuut. En ze zijn allebei dit jaar uitgekomen. Twee prachtige romans. Een helder leven van Persis Bekkering en Keizer van Sarah Sluimer. Ik heb ze beide gelezen. En ik vind het ongelooflijk mooi dat er zo goed en serieus geschreven wordt op dit moment in de Nederlandse literatuur over kunst en over Nederlandse kunst en over Nederlandse kunstenaars en kunstenaarschap. Het zijn buitengewoon aanstekelijke romans. Je krijgt echt zin om naar musea te gaan, om naar muziek te luisteren, om te leven, om te drinken, om seks te hebben. Het is fantastische romans, vind ik het allebei. Er komt veel in voor, er wordt veel in behandeld. Het zijn ook serieuze boeken. Ik vind dat eigenlijk heel erg mooi. Misschien dat we straks ook nog wel over praten, maar het is niet met de gebruikelijke laat 20e eeuwse tongue-in-cheek ironie, cynisme geschreven. Het gaat over het leven. Tenminste, zo lees ik en zo interpreteer ik het. En dat vind ik heel erg leuk. Ik denk dat het gebod van Susan Sontag aan intellectuelen, aan publieke intellectuelen, be serious, dat het aan jullie wel besteed is. En dat vind ik, denk ik, belangrijk. Want in mijn ogen is kunst en cultuur belangrijk. Zijn het niet dingen waar je alleen maar cynisch en alleen maar tongue-in-cheek over kan praten. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden, maar daar gaan we ook over praten. Hartelijk welkom, allebei hartelijk welkom allemaal hier. Hartelijk welkom kijkers thuis. Het wordt live uitgezonden thuis. En we hebben jullie gevraagd om een fragment te kiezen en dat beide voor te lezen. En daarna gaan we ook nog luisteren naar de wetenschap. Want we hebben er ook voor gezorgd dat de wetenschapper ook nog iets over gaat zeggen. Het is natuurlijk zo dat kunst is mooi, maar het is ook mooi als het beschouwd wordt door de wetenschap. We hebben Roel Smeets gevraagd om iets te zeggen over representatie, over man-vrouw. Jij doet onderzoek in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Hartelijk welkom ook. Fijn dat je bent helemaal uit Nijmegen. Het college was net op tijd afgelopen. En jij doet onderzoek naar representatie van gender en afkomst en klasse in de Nederlandse literatuur, de hedendaagse Nederlandse literatuur. Dus ontzettend leuk dat jij er ook bent en in dat licht ook naar deze twee romans kijkt. Want dat is natuurlijk opvallend. Twee debutanten die schrijven over mannelijke kunstenaars. En dat is een ander onderwerp wat ik graag behandel straks en later. Er is ook gelegenheid tot stellen van vragen aan het eind van de avond. Eerst wilde ik eigenlijk Sarah Sluimer vragen om een fragment. We hebben gevraagd om zelf een fragment te kiezen, om een fragment voor te lezen en daarna Persis Bekkering een ander fragment. Hallo, goede avond. Het is een kort fragment, iets meer dan een pagina. Ja. Ergens aan het einde van het boek. Heel korte inleiding. Dit is de laatste confrontatie van het hoofdpersonage met zijn geliefde. Hoofdpersonage heet Leo, zijn vriend heet Bob. Je bent helemaal niet zo'n groot kunstenaar, zei Bob. Je maakt voorstellingen waaraan mensen zich huiverend onderwerpen. Je vertelt ze dat ze schuldig en lelijk zijn. Dat het nooit goed zal komen met ons allemaal. En dat doe je met prachtige mensen in opgeruimde huiskamers. Het is bange kunst. Bange, straffende kunst. En je weet het. Hoe kan iemand die zijn leven heeft gegeven aan een middelmatige kunstenaar hier staan en dit zeggen, zonder van schaamte te sterven, zei Leo. Hoe kan iemand die tot niets anders in staat is dan op zijn knieën de kruimels die ik je toewerp op te vreten, denken dat hij recht van spreken heeft? Iets te kunnen zeggen over kwaliteit, over waarde, over mijn grote werk. Denk je dat ze zo over jou zullen schrijven later? Denk je dat ook maar iemand aan je zal denken over 20 jaar? Je bent een voetnoot bij een voetnoot. Je enige talent ben ik. En dat gooi je weg omdat je denkt dat je dat kunt maken. Omdat je me nu even niet goed genoeg vindt. Je denkt dat jouw mening daarin belangrijk is, dat jij die macht hebt. Maar je bent een man van middelbare leeftijd zonder enige kans op ooit nog zoiets moois als ik voor ons maakte. Ik was jouw schoonheid, ik was je recht op leven. Je tekent je doodvonnis als je me alleen laat. Leo, ik weet heus wel dat het mijn lot is niet opgemerkt te worden. Er is alleen één ding waar ik mezelf altijd aan vast zal blijven houden. En misschien is dat inderdaad het enige wat ik heb. Ik moet de dingen om me heen mooi vinden. Dat moet. Ik kan niet anders. Niet omdat ik dweep, maar omdat ik niet weet hoe ik anders moet leven.
Ik heb me ooit aan dat idee van schoonheid vastgeklonken en weet nu niet meer hoe dat te veranderen. Want waarvan moet ik dan gaan houden? Aardigheid, vrijgevigheid, trots, dat gaat niet. Dat begrijp jij toch? Dan moet ik opnieuw beginnen en heb ik niet genoeg tijd van leven meer om me daarin te bekwamen. De schoonheid is het en zal het blijven. En wat jij de afgelopen tijd deed, was lelijk. Mijn liefde voor jou had alleen maar met je kunst te maken, dacht ik. Ik kom makkelijk weg. Maar nee, dat is niet zo, want ik hou van je. Ik dacht van de onmens te houden, maar kijk nu hoe je hier zit. De menselijkste mens die ik ooit heb gezien. Ik schaam me in jouw plaats voor jou en ik voel tederheid. De ware mens in Leo, ik had hem nooit hoeven zien. Dus ja, ik ga voor altijd weg, ondanks dat ik van je hou en dat meer doe dan ik ooit dacht te doen. Een zwakke liefde opeens, dat was toch niet de bedoeling dat ik ooit medelijden met je zou hebben? Ik heb je nooit de allerbeste kunstenaar gevonden, maar ik hield van de kunstenaar die jij dacht te zijn. Wat je de afgelopen tijd deed, heeft mijn liefde veranderd in walging en weeën bezorgdheid. Haat me dan daarom. Doe het dan. Laat me dan stikken. Als je het nodig hebt om me nu te vernederen, me uit te schelden, me klein te maken, doe het. Als dat je iets van troost en geluk biedt, doe het. Maar vraag me niet bij je te blijven. Goedenavond. Ik lees iets voor juist van het begin, eigenlijk. En het heeft geen inleiding nodig, jullie horen het vanzelf. Igor kreeg gewoonlijk alles. Dat wist ik al voor ik hem had ontmoet. Iedereen wist dat al voor ze hem hadden ontmoet. Het lag niet aan zijn uiterlijk. Er was geen Tatio of Raymond Radiguet. Zijn lange postuur werd afgetopt door hoekige schouders. Schrikdraad voor verlangende handen en wangen. Sproeten en moedervlekken overdekten hem met de grilligheid van de sterrenhemel. En zijn gezicht had iets grofs. Dat wat we graag een goede kop noemen. Een kop die zich direct in je geheugen etst. Het was iets in de energie die hij uitstraalde. Alsof hij ooit had besloten dat hij een succes zou worden en alsof dat zo gemakkelijk was als het klinkt. Pinnen. Ja zeggen. Hij had niet zoals de rest van de mensheid een nasale stem in het achterhoofd die zeurde dat iets niet mogelijk was. Of dat hij tevreden zou kunnen zijn met wat hij had. Dat het goed genoeg was. Hij ging altijd door met beter in iets worden tot er niemand meer was die hem overtrof. Of aangezien je in de muziekwereld niet kunt meten op welke positie in de ranglijst je staat, tot hij de moed verloor. Hij zei niet moed, hij zei fascinatie. Hij is een winnaar, riep iedereen. Dat was het eerste wat ze over hem hadden gehoord en iedereen papegaaide iedereen. We willen allemaal winnaars om ons heen. We zijn ze zelf, we zijn een wereld vol winnaars, want de verliezers zitten thuis waar we ze niet kunnen zien. Hij schreef een tijdje columns over seks voor een tijdschrift voor hoogbegaafden. Onder de nom de plume Karel Kanon, waardoor hij tijdelijk cultfiguur van de breinniche was. Hij was jeugdkampioen golf voor een of andere provincie. Hij had een speechcompetitie gewonnen en zo'n beetje elke sloganwedstrijd waarmee hij een schuur vol spullen had verzameld. Een roze Vespa, een stofzuiger met een smiley erop, kilo's teddyberen. Tegenwoordig denk ik wel eens, meer nog dan een talent voor winnen, had hij een talent voor het ontdekken van nieuwe wedstrijden. Hij bleef nooit lang op het topje van de berg balanceren, waar hij 360 graden kon rondkijken. Het ging hem niet om het uitzicht. De enige beweging waar hij van hield was omhoog. Achter elke top ligt een nieuwe en daar zoefde hij weer verder. De afdaling was louter om snelheid te bereiken. Tot zover. Een contextje heb ik voorbereid. Ja. Kunnen jullie mij allemaal verstaan? Ja? Het staat niet zo heel hard. Maar... bedankt voor de uitnodiging allemaal. Mijn naam is Roel Smeets. Ik ben promovendus en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En wat ik wil doen de komende 10, 15 minuten is een
kleine context geven bij deze avond, waarbinnen het gesprek zich mooi kan ontvouwen. Toen Zadie Smith in 2015 door Arno Groenberg hier in de Bali geïnterviewd werd, sprak ze de onsterfelijke woorden: "Fiction is the risk of being in other people." Hoewel romanschrijvers onvermijdelijk gebonden zijn aan de grenzen van hun eigen sociaal-culturele perspectief, is een taak misschien juist precies om zich in te leven in mensen die niet op hen lijken. Wil dat zeggen? Hè? Fiction is the risk of being in other people. Hoewel een witte mannelijke schrijver van middelbare leeftijd zich in theorie beter kan inleven in een wit mannelijk personage van middelbare leeftijd, staat het hem vrij, en siert het hem misschien ook, om te schrijven over een zwarte jonge vrouw. "It's a jump," zei Zadie. "A jump of imagination." Een sprong van verbeelding, in het Nederlands vertaald. En de schrijvers van vanavond, Persis en Sarah, die hebben ook zo'n sprong gemaakt in zekere zin, omdat ze als vrouwelijke schrijvers een mannelijk hoofdpersonage opvoeren. Dus wat betreft gender maken ze dan een sprong. En dit wil ik als uitgangspunt nemen voor de komende 10 minuten. Volgens mij is dat best wel een aantrekkelijk beeld, dat schrijvers de grenzen van hun verbeelding oprekken door buiten de voor hen bekende paden te treden, door werelden te verkennen die niet de hunne zijn, door over andere sociale identiteiten te schrijven, door zich in te leven in de ander met hoofdletter. Maar het is maar zeer de vraag in hoeverre dit beeld klopt in empirische zin. Als literatuurwetenschapper heb ik een aantal taken, volgens mij. En een van die taken is om theorieën of ideeën over literatuur te confronteren met wat je dan de empirische literaire werkelijkheid zou kunnen noemen. Dus kijken in hoeverre die theorieën opgaan, hoeverre ze kloppen. En dat wil ik even kort doen met dat idee van dat schrijvers sprongen van verbeelding zouden maken of moeten maken misschien. Samen met een groep collega's heb ik de afgelopen jaren me toegelegd op de vraag hoe de sociale werkelijkheid van de hedendaagse Nederlandse roman eruit ziet. We noemen onszelf sociologen van de literaire verbeelding, een soort geuzennaam die we onszelf hebben toegekend. En wat we doen, wat we gedaan hebben en nog steeds doen, is voor grote aantallen romans, dus niet voor een paar romans, maar heel veel romans, demografische gegevens van personages verzamelen. En met het doel om inzicht te krijgen in die fictionele samenlevingen die gecreëerd worden door schrijvers. We begonnen met het verzamelen van gegevens voor personages uit alle 170 inzendingen van de Libris Literatuurprijs 2012. Dus alle boeken die op de groslijst staan. Wat we deden is, voor ieder personage hebben we de volgende gegevens verzameld: een gender, woonplaats, geboorteplaats, leeftijd, opleidingsniveau en beroep, voor zover dat bekend is. Want vaak is dat ook niet bekend. Later hebben we lezers zelf data laten invoeren via een crowdsourced database, de personagebank, waarvan de initiatiefnemer vanavond ook hier in de zaal is, Lucas van der Del, daarachter. En die database is nog steeds online, dus die kun je ook vinden. De personagebank heet die. En momenteel bevat die database informatie over 1189 personages uit 266 boeken. Dus ook veel informatie die lezers dus zelf hebben aangeleverd. En die data zijn een soort CBS-cijfers, zou je kunnen noemen. CBS-cijfers van de hedendaagse literaire wereld. En die kunnen we gebruiken om bepaalde distributies in kaart te brengen, zoals sociologen dat ook doen. Bijvoorbeeld, wat is de man-vrouw verhouding in de Nederlandse roman? Nou, die is ongeveer 60-40, 60% man, 40% vrouw. Dus voor iedere man, iedere vrouw lopen er 2 mannen rond in de Nederlandse roman, zou je kunnen zeggen. 1:2 ratio. Wat is de verhouding Nederlanders ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond? Dat is ook zo'n vraag die je dan kan stellen. Die is ongeveer 90-10, dus 90% personages met een Nederlandse afkomst, 10% mensen met een migratieachtergrond. Dat wijkt iets af van het daadwerkelijke cijfers, die is 80-20, zo in Nederland. Het algemene beeld dat uit deze cijfers naar voren komt is het volgende. Namelijk, de Nederlandse roman, de hedendaagse Nederlandse roman, is oververtegenwoordigd door voornamelijk mannelijke, westerse, hoogopgeleide schrijvers.
schrijverspersonages, sorry. Dus dat is het algemene beeld. Oké, dus we hebben een algemeen patroon en dan is de vraag, wat moeten we daarmee? Wat kunnen we daarmee? En hoe kunnen we individuele romans in de context van dat patroon dan interpreteren? Nou, laten we even teruggaan naar die sprongen van verbeelding waarmee ik begon. Waar Zadie Smith het over had. We kunnen aan de hand van onze data namelijk ook kijken hoe vaak Nederlandse schrijvers zulke sprongen van verbeelding maken. Zo blijkt dat mannelijke schrijvers, significant vaker over mannen schrijven, terwijl vrouwelijke schrijvers ongeveer evenveel over mannen schrijven dan over vrouwen. Ja, dat kunnen jullie hier zien. Kun je allemaal nalezen op de personagebank. Vrouwelijke schrijvers maken wat gender betreft dus vaker sprongen van verbeelding dan mannelijke schrijvers, zou je kunnen zeggen. Persis en Sarah die conformeren zich ook aan dat patroon, zou je kunnen zeggen. Of die passen in die trend. De vraag die ik zou kunnen stellen is, kunnen vrouwelijke schrijvers zich beter inleven in mannen dan andersom? Dat is een vraag die ik niet ga beantwoorden, maar dat zou je kunnen afvragen op basis hiervan. Oké, dat is wat betreft gender. Als we kijken naar beroepen van personages, ontstaat een ander beeld. In de top 10 van meest populaire beroepen staan schrijver en kunstenaar. Hier zo. Die staan op de respectievelijk vierde en vijfde plek. 1 en 2 staat student, scholier, dus het is wat breder dan beroepen alleen. Hè? Dus zeg maar professionele identiteit, zoiets. En deze data suggereren dat schrijvers graag over gelijkgestemde artistieke geesten schrijven. Hè? En literatuurhistorisch gezien past dat in een lange traditie van de zogenaamde kunstlerroman, de kunstenaarsroman. Een subgenre van de bildungsroman waarin de ontwikkeling van een kunstzinnig kunstenaarspersonage centraal staat. Bekende voorbeelden zijn James Joyce, Portrait of the Artist of a Young Man, wat dichter bij huis. Ik ga dadelijk over die huisvrouw en die prostituee nog iets zeggen. Ik merk dat het wat losmaakt in de zaal. Dichter bij huis is een voorbeeld van zo'n kunstenaarsroman, Dichtertje van Nesquio bijvoorbeeld. Persis en Sarah die schrijven zich ook in die traditie in, zou je kunnen zeggen, omdat ze een kunstenaarspersonage opvoeren. En in de context van het idee van die sprongen van verbeelding zou je kunnen zeggen dat ze eigenlijk geen sprong van verbeelding maken. In de zin van dat ze dicht bij zichzelf blijven. Hè. Ze zijn kunstenaarschrijver en ze schrijven over een kunstenaar. Gewoon de rauwe feiten. Heel, heel basic bekeken. Opvallend, even een kleine zijsprongetje, is dat die top 10 van meest populaire beroepen er voor vrouwelijke en mannelijke personages apart wat anders uitziet. Hè. Dat zagen jullie net ook al. Mannen die zijn vaker arts of ondernemer, bijvoorbeeld journalist. Terwijl vrouwen ook wel huisvrouw of prostituee zijn. Is er ruimte hier voor vragen? Over alle personages. Zo. Dus ja, soms zijn er wat romans wat minder uitgebreid ingevuld, maar in principe over alle personages die er zijn. Dus dit wil ik gewoon even meegeven aan jullie. Ik wil hier verder niet op ingaan. We kunnen hier een hele avond over vullen misschien. Maar dit wil ik graag aan jullie meegeven naar huis. Even een klein tussensprongetje. Oké, even samenvattend. Ik heb hier een aantal cijfers laten zien. Een aantal patronen, trends zou je kunnen zeggen. En het is bij dat soort patronen goed om in je achterhoofd te houden dat het gaat om getalsmatige representaties van kunstwerken, van individuele kunstwerken. Die romans die we hier dus door de datamachine hebben gehaald, die worden zeg maar platgeslagen, gereduceerd tot telbare categorieën. Dat doen wetenschappers, hè? Die werken zo. Niet alle wetenschappers, maar deze vorm van meer zo'n kwantitatieve benadering. Hoe die individuele kunstwerken zich vervolgens verhouden tot die kwantitatieve patronen, dat is weer een tweede. Afzonderlijke romans kunnen die trends volgen, kunnen zich conformeren aan dat patroon, maar ze kunnen ook van dat patroon afwijken. Logisch, hè? Bovendien kan een roman zich conformeren aan een algemeen kwantitatief patroon, maar tegelijkertijd artistiek-stilistisch niveau dat patroon juist ondermijnen. Een mooi voorbeeld in dit verband vind ik de roman Disgrace van de Zuid-Afrikaanse schrijver Coetzee, die
Als we die personage in die roman gaan categoriseren, volgens dezelfde methode als we die andere romans hebben gecategoriseerd, dan bevestigt dat in eerste instantie dat algemene beeld. Dat die roman, daarin staat een personage centraal, dat is een witte man van middelbare leeftijd. En zijn perspectief is dominant in de roman. Ondergeschikt aan dat witte mannelijke hoogopgeleide perspectief zijn een hele reeks aan vrouwelijke, zwarte, laagopgeleide personages. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, oké, nou, voldoet aan het patroon. Maar bij nadere lezing, als je die roman goed gaat lezen, dan zou je misschien ook kunnen zeggen dat die roman juist dat mannelijke, witte, hoogopgeleide perspectief ironiseert bijna, of persifleert. En daarmee juist een kritische positie inneemt ten opzichte van een dominant mannelijk en wit perspectief. Daarmee juist ondermijnt. Dus dat is een interessante paradox. Zo'n roman kan zich conformeren aan een patroon, maar tegelijkertijd dat patroon ook ondermijnen of die dominante representatie persifleren. Iets vergelijkbaars geldt voor romans met kunstenaars als personages. Het algemene patroon is hier: Nederlandse schrijvers schrijven vaak over kunstenaars, over schrijvers. En dat suggereert misschien dat zulke schrijvers niet verder kijken dan hun eigen neus lang is, zou je kunnen zeggen. En dat ze graag over hun eigen artistieke beslommeringen schrijven. En er zijn ook voorbeelden van kunstenaarsromans die aan zo'n beetje zo'n plat beeld voldoen. Bijvoorbeeld personages met een writersblok, of die in hele verheven termen over het schrijven van kunst praten. Of noem maar iets. Maar er zijn ook allerlei voorbeelden, en de romans van Persis en Sarah zijn daar misschien voorbeelden van. Van romans die juist die figuur van de kunstenaar ter discussie stellen. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop je over kunstenaars kunt schrijven, logischerwijs. Als schrijvers schrijven over kunstenaars is dat natuurlijk dus niet een vorm van navelstaarderij automatisch. Zou kunnen, maar hoeft niet zo te zijn. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Ja. Ter afsluiting wil ik het volgende zeggen. Statistiek en literaire interpretatie die staan, zoals ik hopelijk heb laten zien, op gespannen voet met elkaar. Dus procentueel gezien zijn mannelijke personages en kunstenaars oververtegenwoordigd in de Nederlandse roman. Maar dat wil nog niets zeggen over de manier waarop die mannen en kunstenaars afgebeeld worden. Dat Sarah en Persis hebben gekozen voor mannelijke hoofdpersonages betekent niet noodzakelijk dat ze een door het patriarchaat geperverteerde roman hebben geschreven. Hoewel ze zich conformeren aan een algemeen patroon waarin mannelijke personages oververtegenwoordigd zijn, kunnen ze de dominante machtspositie van de man ook, of juist, via een mannelijk hoofdpersonage becommentariëren. Door een sprong van verbeelding te maken wat betreft gender, nemen ze het heft in eigen handen. Ze kunnen zoals vrouw een mannelijk narratief creëren en daarin eventueel hun eigen vrouwelijke narratief laten doorklinken. Het tegenovergestelde geldt voor hun keuze voor kunstenaars als hoofdpersonages. Daarmee maken ze juist geen sprong van verbeelding, omdat ze zelf ook kunstenaars zijn. Door als kunstenaar over een kunstenaar te schrijven, dragen ze bij aan de beeldvorming rondom hun eigen professionele identiteit. En wie zou er beter over kunstenaars kunnen schrijven dan kunstenaars zelf? Dankjewel. Ja, Roel Smeets, hartelijk dank voor de inleiding, voor de statistiek, maar ook voor het duidelijke betoog dat statistiek nog iets anders is dan het kijken en beschouwen van kunst natuurlijk, en er een onderdeel van kan zijn. Dit als inleiding voor jullie, mag ik jullie beiden vragen om één van de twee stoelen in te nemen. En hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Die twee fragmenten die jullie gekozen hebben, die hebben jullie niet met elkaar overlegd. Nee. Dit even voor de duidelijkheid. We hebben jullie ieder gevraagd om een eigen fragment te kiezen. Ja. Yes, officer. Ja. Dit wordt nu een beetje een goocheltruc-voorstelling, maar en hier is het konijn. Ja, want het opvallende is natuurlijk dat het dat je daar in die fragmenten meteen ziet bij de, zeg maar, de jullie beschrijven allebei, kiezen allebei een scène waarin je de kunstenaar ziet als lezer. Ja, dus waar die geïntroduceerd wordt. Ja, we mochten één bladzij voorlezen, dus ik koos wel specifiek iets waarbij mijn hoofdpersonage werd geportretteerd. Ja.
Ja, je hebt ook wel toegespitst op deze avond. Ja, want? Nou goed, omdat de vraag toch ergens was. En eigenlijk kwam dat in jouw inleiding ook naar voren. Dat we het ook voor een deel gaan hebben over vrouwen die over mannen schrijven. Ja. Dus vond ik dit dan een logisch fragment om uit te kiezen. Ja. En terug even naar de inleiding. Die sprong van verbeelding. Hè? En ook even de aanname dat je de theorie is dat een witte man van middelbare leeftijd het beste kan schrijven over witte man van middelbare leeftijd. Hè? We hoorden Roel Smeets net zeggen. Even voor jullie beiden, is dat zo? Zouden jullie beiden het beste kunnen schrijven over een vrouw van rond de 30 die begint aan haar kunstenaarscarrière? Nee. Ik zou dat zelfs extreem ingewikkeld vinden om te doen. En waarom? Omdat er dan geen weinig distantie bestaat tussen jou en je onderwerp. Of eigenlijk geen. Die distantie moet je dan zelf kunstmatig aanbrengen. En dat is dan al iets waar je heel bewust mee bezig moet zijn. Wat mij ook zou kunnen tegenhouden in het vrije schrijven. Ik vind juist iemand kiezen die ver van mij afstaat en diegene vervolgens kunnen observeren. Veel makkelijker. Ja. Dus die theorie is misschien alleen maar theoretisch. Het is een tegendeel. Persis? Ja, ik ben het daar mee eens. En aan de andere kant denk ik ook dat misschien... Het was voor mij bijvoorbeeld niet heel moeilijk om een mannelijk personage neer te zetten. Tenminste, er zijn hier mannen in de zaal. Misschien herkennen jullie het totaal niet in het beeld. Maar ze zegt natuurlijk ook dat de verschillen tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling groter zijn dan tussen mannen en vrouwen. Ja. Mijn redacteur zei meteen, hoe heb je dit gedaan? Want dit klopt helemaal. Mijn redacteur is een man. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het natuurlijk ook gevolg is van de dominantie van mannelijke auteurs en mannelijke personages in de literatuur, in de literaire kanon. De hedendaagse, maar ook in de historische. Ik denk dat wij beide opgegroeid zijn met de mannelijke subjectiviteit. Die was alomtegenwoordig in kunst. We zijn zo gewend aan... Ja. En ons verplaatsen in de man. Op een gegeven moment kan je dat wel. Dat is de taal die we kennen. En daarnaast is het ook nog eens zo dat vrouwen vaak ook in het dagelijks leven worden opgevoed met het idee dat ze zich continu moeten kunnen inleven in anderen. Ja. Wordt een beetje vereist, hè? Van dat is dit ding. Nou, ze hebben, nou, nou mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar... Ja. Het gaat over mannen. Ja. Ja. Zal ik hem... Is het al zo laat, jongens? Nee. Ja. Nee. Ik kan hem gewoon vasthouden, dat is geen probleem. Ja. En ik wil ook nog wel over die sprong van verbeelding. Vroeg ik me af bij Roel's inleiding. In hoeverre wij inderdaad over kunstenaars, over onszelf schrijven als we over kunstenaars schrijven. Want voordat mijn roman verscheen, was ik in principe nog geen kunstenaar. Maar gewoon journalist. En bovendien gaat mijn roman over violisten en over een beeldend kunstenares. En dat is wel echt een heel andere wereld dan dat van de literatuur. Ja. Heb jij natuurlijk ook. Ja, of in die zin dat ik wel ben begonnen in het theater, maar dat ik absoluut niet weet. Nou ja, misschien, ik ben begonnen als dramaturg. En als dramaturg zit je dus wel continu in repetitielokalen te kijken naar wat de regisseur aan het doen is. En is je rol ook voor een groot deel dat observeren. Dus ik weet niet hoe het is in die zin om regisseur van een groot gezelschap te zijn. Maar ik weet wel hoe het is om zo iemand al te observeren. Of naar zo iemand te kijken. Ja. Ja, ja, maar het is een heel ander métier dan een boek schrijven. Het is natuurlijk een hele interessante opmerking. Je zegt, op dat moment was ik nog geen kunstenaar, hè? Ja, nee. Maar nog simpel journalist. Wat ik trouwens heel interessant vind, dat je het lijkt alsof jij de kunstenaar daarboven stelt. Ja, dat is een terechte opmerking. Dat is niet hoe ik erover denk. Maar voor mij betekent het meer het feit dat ik... In mijn persoonlijke leven was de publicatie van mijn roman een enorme bevrijding. En het maakt het ook mogelijk dat ik ben nog steeds journalist of redacteur. Ik schrijf veel voor media. Maar het maakte voor mij wel mogelijk dat ik sindsdien nog meer echt schrijver kon zijn. En waar zit die bevrijding nou ja, in? Dat het liefst is wat ik doe en wil zijn. Maar het is tegelijkertijd iets wat niet waar je niet van waar je gewoon niet voor betaald krijgt. Dus je moet er ook je leven daarop zien in te richten. En dat is heel erg moeilijk.
En dat duurt even. Mm-hmm. En nu kan dat meer en meer. Dus dat gaat meer over een economisch perspectief dan. Zou je nu zeggen dat je kunstenaar bent? Ja. 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 Ja, terecht vind ik. Maar Sarah? Ik vond het heel leuk dat ik toen mijn boek uitkwam, op een gegeven moment met iemand sprak. Ook een kunstenaar. En dat ik me een beetje druk zat te maken over dat het toch iets heel kwetsbaars is om te doen. En wat is kwetsbaar? Het is gewoon eng. Mensen gaan het lezen. Je hebt nog nooit iets gedaan eigenlijk in je leven dat zo uit je tenen komt. En ze kunnen er van alles van vinden. En ik ben heel lang zo iemand geweest. Ik heb nooit recensies geschreven. Jij natuurlijk wel. Maar wel getraind ook. Hè? Bij theaterwetenschappen zo. Op het continu formuleren van een mening over kunstenaars en kunst. Je bent zo iemand geweest die oordelen heeft over kunstenaars. En in één keer realiseerde ik me hoe dat er echt een waterscheiding bestaat. Mm-hmm. Tussen de mensen die iets vinden en de mensen die iets doen. En toen had ik het gedaan. En toen had ik het daarover met die kunstenaar. En die zei, welkom bij de club. Ik heb dit altijd. Toen dacht ik, laten we het nou niet te lang over jou hebben. Maar terug naar mij. Ja, terug naar mij. Maar ik ervoer dat wel zo. En ik moet zeggen dat ik ook daardoor de laatste tijd veel milder over andermans werk denk. Of veel meer probeer de poging te zien als ik het niet goed vind dan het harde afstraffen. Ik vind het ook veel vruchtbaarder. Ik ben ook echt het destructieve soms in kunstkritiek wel een beetje zat. Ja. Dat lijkt me voor jou. Maar dat was niet de vraag. Voel ik mezelf een kunstenaar? Ja, dat was de vraag. Ja? Ja. 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 En de vorige keer dat ik jou interviewde, zei jij letterlijk, kunstenaar, ja, fuck it, dat ben ik ook. Ja. Oh ja? Ja. Maar dan, ik ben ook... Ja, maar toen was ik gewoon op mijn boekpresentatie helemaal high van de spanning. Dus ik ben iets bescheidener. Ja, ik denk wel dat ik dat ben. Ja. Nee, ik blijf er wel bij. Ja. 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 En... en dan weer even een klein tussenmoment. Want dit is interessant natuurlijk, dat beoordelen. Hè? Dat is nog steeds de andere kant van jouw beroep. Ja. Hoe vind jij dat? Hoe begrijp je wat Sarah zegt, van dat je daar milder van geworden bent? Ja, of? Ja. Ja, en dat heb ik ook wel, ik herken dat ook wel. En ik vind tegelijkertijd het beoordelen ook een heel moeilijke kant aan mijn werk. Eigenlijk ook iets... En ja, ik schaam me niet om dat op de livestream te zeggen, hallo baas. Dat ik worstel daar wel echt mee, ja. Sinds mijn debuut verscheen heb ik ook aangegeven dat ik geen debuten meer wil recenseren. In ieder geval geen Nederlandse debuten. Op een gegeven moment zat ik in een interview in een boekhandel met naast mij een andere debutant. En haar roman lag op mijn bureau om die week besproken te worden. En ik voelde me zo'n verrader. Ik dacht, dat kan niet meer. Ik voelde me niet prettig om zowel recensies te schrijven over romans van collega's die ik ook gewoon wilde recht in de ogen aan wilde kijken, omdat we elkaar tegenkomen op allerlei debuutevenementen. Dus sindsdien doe ik voornamelijk niet-Nederlandse literatuur als recensent. En met de klassieke muziek ga ik ook stoppen. Dus ik vind dat echt heel lastig. En daar komt bij dat een belangrijk thema in mijn werk ook, of in een heldenleven ook, is of je op een andere manier kunt praten of nadenken over kunst dan op die oordelende manier. We hebben het altijd over kunstenaars die van, dat is je beste werk tot nu toe. Of de 10 beste artiesten onder de 30. En wordt voortdurend gecategoriseerd. En een leidende vraag bij het schrijven was, hebben we ook een ander soort taal die daar niet mee bezig is, maar die meer kunnen we op een andere manier vatten wat kunst is en kunst doet. En het is heel grappig, want dat was heel belangrijk voor mij. En pas later, het boek was al in een heel ver voor het stadium, toen zei iemand tegen mij, oh ja, dat is zeker omdat je dus zelf ook recensent bent. En dat had ik me nog niet gerealiseerd, dat een paradoxale... Ja, dat het een paradox is. Maar ja, het is wel een belangrijke vraag. Kan dus je bereidde jezelf eigenlijk een beetje voor in dat boek om een gegeven moment te gaan stoppen met het recenseren? Ja, misschien wel, ja. En ik wil niet zeggen dat we dus niet mogen oordelen, want ik vind recenseren ook... Ik vind kritiek ook echt belangrijk en dat hebben we ook nodig. En dat moet blijven bestaan in het
het is onderdeel van het kunstenlandschap. Ja. Maar en ik vind het ook eigenlijk best kunnen dat je zowel maker bent als criticus, want je kent het gewoon zo door en door. Het is ook, op een persoonlijk niveau ook moeilijk. En ik wil ook wel eens over een boek nadenken en praten, of over een opera of een toneelstuk of wat dan ook. Waarbij je niet meteen elkaar vraagt, en wat vond je ervan, goed of slecht? Maar meer dat je de vragen die een kunstwerk oproept, dat je daar over doorpraat of door nadenkt, dat je verder gaat waar dat kunstwerk is gebleven. Dat is heel erg fijn en dat kan niet altijd. Ja, jullie hebben het beide in beide romans. Ik ga niet precies vertellen waar die romans allemaal over gaan. Die moeten jullie echt vooral echt zelf lezen. Maar het zijn allebei romans over het leven van kunstenaars, eigentijdse kunstenaars. In het geval van Keizer is dat een toneelregisseur. En in het geval van Een heldenleven is dat een muzikus eigenlijk. Of twee muzici. En in het geval van Keizer is het overigens ook een beeldend kunstenaar. We komen zo nog wel weer verder te spreken op het idee van kunstbeschouwing en kunst, denk ik. Maar even terug naar het idee dat jullie beide ervoor gekozen hebben om voornamelijk, er komen ook wel vrouwen in voor, er komen misschien nog wel op, maar voornamelijk mannelijke personages te nemen en je daarin in te leven. Hè? En jij zei net iets interessants, denk ik, het wordt ook van vrouwen verwacht. Hè? Het is wat wij doen, het is hoe we opgegroeid zijn. Als je romansleest, naar kunst kijkt, dan is dat wat je geleerd is ook. Maar het is ook wat je van je verwacht wordt als vrouw. Ja. Meer dan. Nou, ik denk niet dat van mij werd verwacht om een boek te schrijven over mannen. Nee, maar je in te leven, makkelijker ja. In te leven in een ander en daar over na dat te denken. Denk ik. Dat hoorde ik je zeggen, dacht ik. Ja, ik denk dat dat echt zo is. Ik denk dat van meisjes eigenlijk van jongs af aan al wordt gevraagd. En ik denk ook heus wel dat die tijden veranderen. Maar om te weten wat mannen beweegt. En dat inderdaad alomtegenwoordig is. Dus dat ook gewoon in ieder cultureel perspectief. In films, in alles wat je voorgeschoteld krijgt. Taxi driver, weet ik veel wat. En ik denk zelfs dat in onze generatie jonge schrijvers, makers, de mannen nog steeds behoorlijk doordrenkt zijn van dat perspectief. Vrij kritiekloos vaak ook. Dus dat ze nog steeds wagen om een liefdesroman te schrijven waarin het meisje behoorlijk wordt geobjectiveerd. En ik denk dat het voor mijzelf betekende om dat ik en in staat was om me in te leven in die man, maar dat een overwinning betekende, dat ik het van hem won, dat dat de reden is dat ik hem van heb wie gebruikt. Won? Van die man. Van de hoofdpersoon? Ja. Van Leo? Dat jij het van hem won? Ja. Kun je dat iets ik meer Ik kon uitleggen? Gewoon met hem doen wat ik wilde. Ja, je kan hem rondkoeien. Ja. En ik hield ook van hem. Ik bedoel, het is niet dat ik... ik laat hem wel echt alle hoeken van de kamer zien. Maar uiteindelijk, dat had ik ook niet verwacht, heb ik een soort tederheid voor hem opgevat. Maar... Dat is een absoluut verrassende wending, want als lezer krijg je ook wel een ongelooflijke hekel aan die man. Ja. Klopt. En aan het einde gun ik hem iets. Gun ik hem eigenlijk iets wat ik zelf heb. Dus dat vond ik heel iets wat hij niet heeft en ik zelf wel in het echte leven. Zonder dat zo win je het onder andere van hem. Ja, een beetje wel. En überhaupt dat ik dacht, ik kan nooit die witte man zijn aan het hoofd van een groot theatergezelschap. Maar als ik hem goed omschrijf, dan kan ik en hem zijn. En kan ik een soort vooraankondiging doen van het failliet van die generatie kunstenaars. Of zo. Dat vond ik een mooi streven, dat boek. En dat is volgens mij wel gelukt. Dus ik heb dat inlevingsvermogen eigenlijk op een soort sadistische, liefdevolle manieren gebruikt. Ja, dus niet vervuild door het patriarchaat, zoals Roel dat noemde, maar een flinke trap in de kloten van het patriarchaat. Ja, eigenlijk wel. Maar je moet dat nooit te ostentatief doen. Nou. Ja. Ja, als je op een gegeven moment in de fik staat, dat is... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee. Ik vind het boek niet... het is geen mannenhatend boek. Nee, dat klopt. Dat is zeker waar. Want wat ik wel heb geprobeerd, is iemand die los van het feit dat hij een man is, überhaupt gewoon een vrij monomaan, weerzinwekkend bij tijd en wijle karakter heeft. Toch geprobeerd ervoor te zorgen dat mensen van hem hielden. Of,
En eerlijk gezegd, dat heb ik ook wel eens gedacht. Dat iedereen zei altijd, oh, ik vond hem wel, hij was wel echt vreselijk. En ik heb ook echt best wel lang gedacht van, ja, maar dan moet je mij ook vreselijk vinden. Want die man lijkt echt best wel op mij. Ik vind hem helemaal niet zo'n psychopaat als de rest van de wereld. Ja, dit wordt steeds raarder. Maar in je zwartste gedachten, die heeft iedereen. Iedereen heeft iets misantroops. Er zijn altijd momenten in je leven waarop je denkt, diegene die zou ik wel eens gewoon, weet je wel, onder het vloerkleed willen schuiven. En dat is wat je meekrijgt van die man. Dat is, hij is helemaal vrij daarin. Er zit geen rem op zijn Nietzscheaanse wil tot macht, eigenlijk. Dat is, nou ja, wel, dat is heerlijk om op te schrijven. Ja, en daar heb je hem, daarover win je hem ook mee. Want je kan hem echt als soort... Hij verliest daarmee. Ja, je kan hem als godin rondkoeieneren, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook erg... Dat vind ik dus... Heb jij dat niet aan schrijven? Ik vond dat met computerspellen altijd al leuk. Dat je dan... Ik deed altijd Tomb Raider en dan deed ik alleen level 1, anders vond ik te eng. En dan sloot ik altijd de butler op in de keuken. En dat was alles wat ik deed. Met vond ik gewoon met heel de Sims grappig. Dat je de popjes in het zwembad zet en dan de trap weghaalt. Ja, deed dat ook? Ja. Of een eindeloze achtbaan in Rollercoaster Tycoon. En dat die poppetjes dan zeggen, ik wil eruit, ik wil naar huis. En dan zeg, gaat niet gebeuren. Het sadistische universum van de schrijver. Uit de kast als sadisten. Ja. Ja. Ja, ik wil ook heel graag in een roman over een pretpark schrijven. Dat is echt waar, wat hierover. Maar goed, dat Nietzscheaanse of Schopenhauer, wil het zo macht. Die monomaanheid van de kunstenaar. Die komt zeker. Echt helemaal ten volle naar buiten. Ja, er zitten zeker wel. Maar er zitten heel veel... Igor is ook niet zo'n leuke man. Nee. Nou, dan zeg je het zachtjes. Nee, maar Igor is sneakier, denk ik. Ja. Een absolute sneak. Want Igor, het hoofdpersonage van mijn roman, is... Is hij het hoofdpersonage? Nou, ja, dan kan je, die vraag wordt mij vaker gesteld. En dat is inderdaad, dat is een ander discussiepunt. Nee. Maar hij is een heel belangrijk personage. Ja, want mijn boek bestaat uit twee verhalen. En in beide verhalen heeft een andere verteller. Er zit 7 jaar tussen. En die verhalen hebben ook verder niet heel veel met elkaar te maken. Maar beide vertellers brengen een paar weken door met Igor. En hun leven wordt op de kop gezet door hem. Ja, Igor is echt een verschrikkelijk wezen. hij leeft een soort zwam op een ander. Ja. Voor mij was hij gewoon henzelf. Voor mij bestond hij niet. Nou, ik vind dat een heel interessant punt. Ja. Want Igor's grootste streef in het leven is om perfect te zijn. En alles wat hij probeert, lukt ook meteen. Dus ik las al net iets voor van hij wint elke wedstrijd en heeft een schuur vol teddyberen. Maar dat was als kind. En nu is hij dus violist en hij speelt foutloos. Hij kan alles. Hij speelt nooit vals. Hij speelt alles op tijd. En voor mij, het verschil denk ik tussen onze romans is dat Igor is voor mij meer een idee. Een soort, inderdaad, een hij kan helemaal niet. Het is helemaal geen realistisch personage. Want het is niemand... een magisch realistisch roman in die zin. In die zin, je kan je afvragen of het überhaupt bestaat. Ik deins ervoor terug om dat zo te karakteriseren. Maar het is zeker een personage. Ja, dat meer begrijp ik. Iets maar... een idee is of een soort geest. Of misschien wel een uitvergrote, bijna pervers beeld van ultieme perfectie. Dus in die zin staat hij niet voor het patriarchaat, bijvoorbeeld. Of voor een bepaalde, voor de witte man in een bepaalde functie. Maar wel voor die monomanie. En hij kan ook, omdat het voor hem zo belangrijk is om alles goed te kunnen, kan hij dus ook niet echt lief hebben. Want dat staat alleen maar in de weg. Dat kost tijd, dat verstoort, dat... hij vraagt alleen maar lief als het ten dienste is van zijn streven naar de brengt. Beste te zijn. Of zo. Ja, als het hem iets oplevert. En hij is een parasiet omdat hij soms wel heel dicht bij een mens in de buurt komt. Omdat hij daar iets van wil. Iets van wil stelen. Tegelijkertijd is hij dus sneaky omdat hij... iedereen wil hem zijn. Het begon eigenlijk, deze hele roman begon met het idee, wat gebeurt er als je een roman schrijft over de ultieme insider? Ik was een beetje moe van al die Nederlandse romans, vooral van mannelijke schrijvers, waarin het gaat over een buitenstaander. Zo'n, een beetje van die loser boeken. Het klinkt heel oneerbiedig. Anti-helden. Ik had echt even zo'n vermoeidheid van,
weer zo'n boek over zo iemand die het leven aan zich voorbij ziet gaan. En iedereen is gelukkig behalve hij. En dat het ook nooit goed gaat in bed. Nee, nooit. Inderdaad. Ja. Ja. Er is gaat een keer een onderzoek naar beide romans veel goed in bed. Sociale relaties. Ja. En ik dacht, ik wil schrijven over een winnaar. Over iemand die iedereen wil bij hem in de buurt zijn. En iedereen wil hem zijn. En iedereen kent hem. En hij is de hype zelf. Wat gebeurt er als je daarover schrijft? Ja, hij is in die zin ook een idee. Maar is hij ook nog even over de beweging het personage in? Zoals Willem-Jan Otter dat altijd noemt. Of de sprong, die Zadie Smith noemde. En die door Roel werd aangehaald. Was dat voor jou ook een bewuste keuze om daar die mannen voor te nemen? En dat streven naar perfectie? Of is dat toeval? Of zo gekomen? Niks is natuurlijk toeval in een roman. Niks is toeval misschien. Maar het gaat wel heel veel onbewust. En pas later snap je dingen. Mm-hmm. Zeker. Maar het moest, het was gewoon meteen een man in mijn verbeelding, omdat kijk, in principe geloof ik echt dat mannen en vrouwen tot dezelfde prestaties in staat zijn en in die zin dat ze zeker dezelfde dingen zouden kunnen, maar mannen en vrouwen hebben wel een andere sociale geschiedenis. Als ik een vrouw neer zou zetten die datzelfde, die Igor was, dus die alles kon en iedereen wilde haar zijn, daarmee open je een heel ander soort geschiedenis en ook sociale verwachtingen dan als het een man is. Bij een vrouw is het dan toch ook meteen een ik vind het moeilijk om te zeggen. Er komt gewoon meteen een soort, het wordt een heel ander verhaal. Om dit verhaal te vertellen moest het een man zijn, omdat we gewend zijn dat een man de winnaar is. En omdat we gewend zijn dat een man het voorbeeld is waarnaar we kijken. En als het een vrouw was, dan gaat het ook meteen over een geschiedenis van subversie. En dit is juist geen subversief personage. Klinkt dat niet heel raar? Ik begrijp denk ik ook wat je zegt. Maar hij is geen subversief personage. Hij leeft van de echte kunstenaars die hij opvreet eigenlijk. Als een spin. Ja, maar hij bevraagt niet de norm. Nee. Ja. Hij wil juist datgene zijn wat iedereen als de norm, als het hoogst of als het ideaal, de perfectie beschouwt. Ja. Maar even wat Sarah net beschreef, zei dit is toch echt ook wel een prefiguratie of woorden van gelijke strekking van de val van dit soort machtige kunstmannen. Hè? Ja. Ik zeg het even in mijn woorden, maar volgens mij geldt dat voor jou ook? Het zijn natuurlijk allemaal kunstmannen die erg goed presteren. Het gaat ook over een kunstenaar. Ook een kunstenares, het tweede deel. Ja. Nu gaat het een beetje van de schrijver legt zijn bedoeling uit. En het gaat mij echt meer om de keuzes die Het was voor mij geen feministische wraakroman. In die zin. Dat ik de val van een man of zo voor ogen had. Eigenlijk zijn alle drie. Dus in het eerste deel wordt verteld door een andere violist, Adrian, een man. En het tweede deel gaat over Kiriko, een kunstenares in Amsterdam, die heel erg worstelt met wat ze doet en waarom. En eigenlijk zijn ze alle drie best wel treurig of zo. ik denk dat zij. Ik denk niet dat één van hen wint. Eigenlijk wint niemand. Nou, misschien of zie je dat anders? Nou ja, ik vind dat Igor op een bepaald soort manier wel wint, zeg maar. Want hij neemt de eigenschappen van de mensen die hij in zijn ban weet te krijgen over. En hij wordt daar gelukkig van, want hij wint iedere keer. Nee, maar hij verandert niet. Daarom is het dus ook niet echt een mens, want het is in principe. Dus die andere twee personages die maken een ontwikkeling door. Ja, en hij niet. En hij niet. Ja, hij verdwijnt weer en gaat. Ja, dit kan oneindig vaak doorgaan. Ja. Maar dan is hij wel de eeuwige winnaar. Ja, maar hij heeft ook wel iets. Uiteindelijk wil je hem niet zijn als lezer. In het begin van het boek misschien nog, maar aan het eind van het boek denk je niet, was ik maar zo als Igor. Nee, maar ik blijf hem gewoon zien als een deel van die andere mensen. Ook omdat hij aan het einde van dat eerste deel die Adrian een afscheidskus geeft. Ja. Die Adrian duwt hem uiteindelijk weg. En ik vond dat echt
symbolisch gezien gewoon afscheid nemen van een deel van je eigen identiteit. Ja. Of van een soort psychose die hij had. Ja. Ik vind hem een psychose. Ja. Ja, en hij confronteert de personages met hun perfectionisme en hun drang tot slagen. En waarom... Hij was voor mij de manier om dat te bevragen. Waarom willen deze personages slagen? Waar gaan zij voor in het leven? Ja. Jullie kiezen er allebei voor om lang te investeren in de drijfveren en het leven, het beschrijven van het leven van gedreven kunstenaars. Hmm. En voor, dat las je net ook voor. Hè. Voor Igor is eigenlijk alles een wedstrijd. Streven naar perfectie. Hij is perfect. Maar uiteindelijk blijkt natuurlijk uit de andere, het leven van die andere twee kunstenaars dat kunst niet perfect is. Het is een grote pleidooi voor imperfectie. Voor rauwheid. Voor niet mathematisch op het juiste moment invallen. Of zie ik dat verkeerd? Jouw kunstopvatting die eruit spreekt, in ieder geval die ja, niet per se lezen. Imperfectie zou ik zeggen, maar in ieder geval niet perfectie. Want, zeg maar, als we de imperfecties gaan verheerlijken, dan blijft alsnog het feit dat we iets imperfect noemen betekenen, omdat we dus ook een ideaal hebben van of een idee hebben van wat perfectie is. Ik denk eerder dat kunst en perfectie hebben wel iets met elkaar te maken, maar het is niet hetzelfde. En wat het dan wel is, is voor wat mij betreft is dat niet imperfectie, maar misschien eerder menselijkheid of zo. Betekenis. Maar voor mij is niet, ligt de kunst niet in, in de bibber. Dat nee, is te simpel. Dan, maak je, dan hou je die dualiteit in stand van perfectie, imperfectie. Oké. Leo komt in New York tot zijn schrik een leeftijdsgenoot tegen, die een Nederlander die net zo gevierd is als hij eigenlijk. Nog maar, meer, ja. Ja, nog meer misschien zelfs inderdaad. Eigenlijk de totale insider is ook in de internationale kunstwereld. Die hem min of meer verleidt om een toneelstuk te maken over zijn leven als beeldend kunstenaar. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk bijna onmogelijk. Hoe kan je een toneelstuk maken over beeldend kunstenaar? Ja, want, een musical. Ja. een muziektheater inderdaad, ja. Waar Leo ook nog een schurfthekel aan heeft eigenlijk, ja. Aan musicals. En aan die man. En aan die man, ja. En zo. Maar ook daar is die, lijkt die Vincent lijkt de imperfecte. Victor, ja. Victor, ja. Ja. Klopt, nou ja, goed, dat is meer een soort... In eerste instantie was dat de tegenstelling tussen het Dionysische en het Apollonische. Dat vond ik grappig. Ja. Die Victor is een man met 100 vrouwen, 100 kinderen... dikke schilderijen. Dikke schilderijen, grote vagina's aan de muur gekwakt. Rood fluweel in zijn huis hangen, borden pasta eten en zo. en Leo die is daar doodsbang voor. Die, ja, die heeft smetvrees op alle precies, niveaus, ja, zeg maar. Ja. Ja. En is een zuiverheidsapostel. Dus die man is alles wat hij weerzinwekkend vindt. Maar hij gaat toch dat toneelstuk, of dat stuk voor hem maken, omdat hij dus iets aangeboden krijgt wat zijn etherische droom eigenlijk vertegenwoordigt. Dus ja, het is een prachtig witte appartement. White Cube, ja. Ja. Ergens in New York. Alleen uiteindelijk blijkt dat die tegenstelling helemaal niet zo interessant of niet zo waar is. Omdat ze uiteindelijk elkaar tegenkomen als twee ouder wordende mannen. Ergens op de grond zit Leo, op soort het hoogtepunt van zijn psychose. En die Victor komt bij hem zitten en die begint met hem te praten. En dan blijkt dat ze allebei maar een beetje gewoon aanmodderen en tobben. En dat dat uiteindelijk iets is wat ze allebei moeten gaan accepteren. En uiteindelijk moeten ze elkaar zelfs overeind helpen. En moet Leo leren dat hij een mens is, dat hij middelmatig is, dat hij misschien zelfs een beetje een ambtenaar in de kunsten is, dat hij dat hele onsterfelijke heilige idee aflegt. Misschien wordt hij daar een betere kunstenaar van. En die Victor, die legt ook iets van die woeste romantiek af. En zegt eigenlijk van, jongen, weet je, we maken gewoon nog een schilderij, we maken nog een voorstelling, we rommelen een beetje door, de wereld zit al lang niet meer op ons te wachten. En ik vond dat belangrijk. Dat gebeurde. Dat ze dus niet op die enorme afstand van elkaar bleven. Omdat je dan ook gewoon een soort allegorie aan het maken bent. Ja, ja. Het is niet het een of het ander. Nee. Wat Persis ook net zegt. Nee, alleen dat de imperfectie, imperfectie. Het is wel een ander soort tegenstelling.
Hoewel het dan wel weer klopt dat inderdaad Leo moet leren dat hij gewoon ook middelmatige dingen maakt. Vaak. Maar het is in ieder geval een strijd die ik heel erg in mezelf had ook. Die ik interessant vond om uit te leven op die twee personages. Of om... Dan gaat het in die romans ook bij jullie beiden vaak over... Het gaat heel veel over kunst. Het gaat over kunstopvatting, het gaat over perfectie. Het gaat over wat het is om kunstenaar te zijn. Hoe je leeft, hoe je in een roes komt. Maar wat me ook opvalt is dat uiteindelijk geeft Leo het op en gaat hij een gezellig... familie gelukkig... Spoiler! Gelukkig gezinsleven ja. hebben. En dat nou ja, geldt, gelukkig. Ja, maar hetzelfde geldt voor de violist die uiteindelijk voor zijn liefde kiest. En niet meer voor zijn kunst. Ze geven hun kunst op en ze kiezen voor de liefde. Is het zo dat, zeg maar, waar de liefde is de kunst niet? Is kunst een surrogaatliefde? Nee, want... Van, hij doet het heel even, maar... Ja, ik weet niet of hij echt de kunst opgeeft, maar hij kiest wel voor de liefde. Het is... ik vind het een heel lastige vraag. En eigenlijk ben ik er niet helemaal over uit, want dit is precies een probleem wat de personages waar ze mee zitten in het boek. Leven of de kunst. Kan ook leven, hoor. Maar... Zeker dus de muzici. Als je violist bent... ik speel zelf ook viool en dat heb ik gedaan sinds ik 6 ben. En je studeert elke dag, urenlang. En ik ben dat niet voor mijn beroep gaan doen, maar als je dat wel voor je beroep doet, dan doe je niet heel veel anders dan viool spelen. Ja, leven of de kunst. Ja, en dat is ook het probleem van Adrian. Hij denkt, ja, iedereen schiet vol als ik viool speel. En ik voel niks. Wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? Ik maak helemaal niks mee. Ik speel alleen maar viool. Wat heb ik nou? Wat breng ik nou precies voor grote dieptes op hun over? Want ik heb ze niet. Ja. En daar komen ze niet helemaal uit. Maar ik denk zelf, natuurlijk is het... waarom zou je voor de kunst leven als dat betekent dat je niet kan liefhebben? Sorry, maar daar teken ik niet voor. Zeg maar. Ik zou zo'n kunstenaarschap niet willen. Dat liefhebben uitsluit. Ik denk wel dat er kunstenaars zijn die... voor wie dat een tegenstelling is. Het lijkt wel, als je het leest, dat je eigenlijk moet kiezen. Tenminste, had ik als lezer de indruk. Hè? Dus dat je of je bent een grote kunstenaar of je leeft. Of je maar hebt dat gaat eigenlijk dan niet over kunst. Voor mij, en dat is ook iets wat ik toch wel... waar ik toch nog wel even op zou willen wijzen. Mm-hmm. Ik dacht na, terwijl Roels een praatje hield van... ja, die we kiezen kunstenaars als personages. Waarom doen we dat nou eigenlijk? En weet je, voor mij is een kunstenaar ook... het is ook een kunstenaar verenigt kunst en leven. Of beroep, werk en leven. In principe, de klassieke kunstenaar leeft voor zijn werk. En dat is nu een algemene ideologie geworden. Dat je werk ook is wie je bent. Do what you love. En als je niet bent wat je voor werk doet, dan is dat voor veel mensen ervaren dat als een probleem. En dat levert heel veel stress op. Maar oorspronkelijk was het werk gewoon waarmee je geld verdiende. En dan had je nog in de rest van de tijd was je, zeg maar, wie je zelf was. Maar dat onderscheid is opgeheven in deze samenleving. En ik denk dat... Voor mij was dit ook wel echt een belangrijk onderwerp bij het schrijven. Dat natuurlijk gaat het over kunstenaars en dat staat heel ver af van veel mensen. En dat snap ik ook wel. Maar op een bepaalde manier staan kunstenaars ook symbool voor hoe wij nu allemaal leven. En kunstenaars met hun romantische idee dat werk en leven samenvallen, hebben de weg gebaand voor deze ideologie dat we het allemaal moeten doen en dat wij werk... Dat er geen onderscheid meer is tussen werk en privé. En iedereen werkt... Veel mensen werken gewoon vanuit huis of vanuit een bed. En er is niets meer van onszelf. En werk heeft eigenlijk alles opgevroten. Het is een totalitair idee. Ja, en de kunstenaars zijn daarvan een soort voorgangers. Een soort voorbodig. Ja. Ik heb wel het idee dat er juist ook ontzettend veel ruimte moet zijn voor privé. Dat mensen zeg maar ook vinden dat ze recht hebben op 20 weekendjes weg per jaar. Maar dat moet meer bevochten worden. En daarom staat dat misschien... Want in principe had je gewoon een werkweek en daarnaast vrije tijd. En nu is... er zit een zin in het boek, die heb ik uit... we zijn ondernemers van het eigen ik geworden. En die heb ik geplukt uit
uit het essay van Byung-Chul Han, de Koreaans-Duitse filosoof die hier in de Bali ook heel vaak, wiens naam heel vaak valt hier op het podium. Hij schreef het essay De Vermoeide Samenleving en hij beschreef hoe eigenlijk het verschil tussen de 20e en de 21e eeuw is dat in de 20e eeuw werkte je voor je baas en nu werk je voor jezelf. En ja. We zijn, omdat je nu voor jezelf werkt, kunnen we nog harder werken en worden eigenlijk buiten we onszelf uit. En zijn we onze eigen slavendrijvers geworden. En dat bleek heel effectief. Want nu... En het romantische idee van de kunstenaar gaat er eigenlijk aan vooraf. Hè? Dus die, ja. Die was al helemaal opgevroten. Dat is gebruikt als... Ja, maar ik vind dat toch op een andere manier. Want ik vind dat het romantische idee van de kunstenaar die totalitair is in zijn werk, ik vind dat iets anders dan de BV-ik van nu. Mm. Waarin het beheer van imago, waar dus ook het genieten en juist de luxe en de pleasure een heel groot onderdeel van is, vind ik toch een heel andere manier van het vormgeven van een identiteit. Ja. Dan hoe de romantische kunstenaar dat doet. Daarin heb je gelijk. Maar ik heb het dan toch vooral over waar werk je en hoeveel. Ja. Maar inderdaad, wat jij zegt is wel waar. Dat het een kunstenaar is niet per se, maakt niet per se van zichzelf een heel merk. Nee, dat is niet per definitie. Leo is natuurlijk ook, dat komt er echt men letterlijk in voor. Die zin is natuurlijk ook een totalitair kunstenaar. Dat iedereen naar zijn hand zet. Hè, dus hij heerst. Autocraat. Ja. Ja, en soms wel meer dan dat. Hij maakt mensen kapot om met ze te kunnen werken. Ja. Want hij moet ze breken om ze als materiaal te kunnen gebruiken. Wat echt een gedachte is die ook heel lang in de kunsten heeft geleefd. Dat een manier is om mensen aan het werk te krijgen. Mm-hmm. Waar ik echt van mening ben dat dat totale nonsens is. En ik ben daar zelfs van mening in veranderd terwijl ik dat boek schreef. Dus ik begon daar echt mee dat ik dacht van nee, kunst is lijden. Of in ieder geval, het kan heel goed zijn om te breken tot mensen bij een nulpunt zijn en ze vervolgens te kunnen vormgeven naar die autoritaire leider. En ik vind dat echt inmiddels een vrij walgelijke gedachte. Ja. Maar vroeger was je het daar wel meer mee eens. Ja, het is ook voor mezelf het schrijven van dit boek een beetje het afleggen van dat idee van ook ergens romantisch kunstenaarschap. Dat heb ik daarmee afgelegd. Ja. Dat is eigenlijk hoe dat boek... Ik wilde dit boek ook eindigen in eerste instantie in een soort explosie, weet je wel. In een soort, zoals Birdman bij wijze van spreken eindigt in Black Swan. En weet je wel, echt dat genie dat... En toen op een gegeven moment dacht ik... Opbrand en kapot. Ja, van dat is echt zo ongelooflijk kinderachtig. En zo vaak gedaan al, ja. Het ontploffende genie en dat iedereen dan, weet je, achterblijft met dat boek in zijn handen. Dus ik dacht, ik moet gewoon een beetje die man leren wat het is om middelmatig te zijn. Ja. Dat is veel en gewoon een beetje tevreden. Maar ja, dan blijf ik achter, want dan eindigt die, ik zat maar even zo plat zeggen als de eerste keer, dan eindigt hij in een fucking doorzonwoning. En ik had toch liever gehad dat hij een romantische, fantastische kunstenaar bleef. Want gewoon, maar hij eindigt in zijn appartement, hè, dat hij heeft gekregen. Nee, dus, hij krijgt het witte appartement in New York, waar hij zo... Het enige is dat hij er een vriendin en haar kind bij krijgt. En dat het hele appartement onder de stoep kwijt zit. Maar eigenlijk hou ik er toch wel aan over dat het of de kunsten is of het ware leven, de geluk, het gezinsleven. Nou, ik vind het niet per se een happy end. Niet per se een happy end. Een happy end. Nee, in die zin... ik vind het bitterzoet. Want hij zit daar en hij heeft een stapel brieven liggen met mensen die heus nog wel iets van hem willen. Die willen dat hij voor hen werkt. En hij laat die stapel brieven daar liggen. En ligt gewoon in zijn bed. Het enige stukje dat nog wit is in dat hele appartement. En bakt eieren voor dat kind. En gaat met hem basketballen op een veldje in de buurt. Maar hij staat wel uit. Ja, maar jullie hebben aan het begin van het gesprek ook beide gezegd. Ja, ik ben nu kunstenaar. Is een enorme bevrijding. Schrijver. En we hebben ook een leven. En daarbij. Ja, hebben jullie maar... als ik dit zo lees, dan denk ik, ja, het is of, zeg maar, het echte leven in, of je zal toch, is kunst een surrogaat voor voortplanting, zeg maar, om eeuwig te kunnen blijven? Ja. Nee. Nee, ja. Ja, ik heb dit boek... Nesquio werd al even genoemd, maar hij bouwde zichzelf een toren tot in de hemel, hè.
Jouw eeuwig blijven? Mijn roman, ik bedoel, het zou natuurlijk heel leuk zijn als dit over 100 jaar nog op school gelezen wordt. Maar eigenlijk heb ik het geschreven om iets over het nu te zeggen. Nou, niet per se te zeggen, maar als een... want ik weet niet of ik nou echt zoveel zeg in het boek, maar meer als een soort referentiepunt. Van hier zit van alles in wat ook in de wereld zit. En dat stop ik in dit boek bij elkaar en ik stel vragen en ik laat dingen met elkaar botsen. En als een soort eikpunt van, nou, hier gaan we dan met z'n tweeën naar kijken. En misschien wordt er iets duidelijk en misschien wordt er juist heel veel nog onduidelijker dan het al was. En dat is ook juist heel leuk, maar het gaat wel over het nu. En ik dacht ook nog even aan of het nou echt zo is dat in mijn boek dat je moet kiezen tussen kunst en leven. En ik denk eerder dat de personages wel dat idee hebben dat het of kunst of leven is. Maar zeker in het verhaal over Kiriko, over de beeldend kunstenares, dat zij op het eind toch wel begint te leren dat het misschien dat hele idee verkeerd is. En dat kunst gaat toch juist over het leven. Dus dan moet je ook in het leven staan om daar iets mee te doen. Als je dat leven buiten de deur probeert te houden. Zij woont in een appartement dat bijna leeg is en witte muren heeft en niemand mag binnenkomen. En de deur zit altijd dicht. En alles wat ze daar maakt aan kunstwerken blijft binnen. En alleen zij mag het zien. Het wordt nooit gezien door een ander. Nee, maar ik denk dat zij op het eind toch wel begint te realiseren van, hey, volgens mij, misschien gaat het kunst toch ook kunst over iets. Kunst die nooit gezien wordt door een ander, is dat kunst? Dat is... Nou ja, dat vind ik echt altijd een vraag die ik al toen ik 18 was in de kroeg. Die je dan zo eindeloos een beetje een gedachte-experiment. Ja. Omdat ik dacht altijd vroeger, zei ik Jackson Pollock of die maakte desnoods voor zijn hond, weet je wel. Altijd moet, je hebt of onzichtbare ogen die je in je hoofd hebt. Als je iets schrijft, je wil dat niemand het leest, heb je misschien altijd je leraar Nederlands nog of zo, weet je wel. In je achterhoofd die meeleest. Ik ben daar nog steeds niet over uit. Of kunst is als niemand het ziet. Als je het zelf ziet misschien. Kan je je eigen kunst beoordelen, is dan eigenlijk de vraag. Of is het noodzakelijke voorwaarde om kunst te zijn dat het door anderen, dat er een publiek is? Ja. Ja. Maar dat lijkt in ieder geval de beeldkunstenaar te denken uiteindelijk. Hè? Dus ze komt er uiteindelijk achter dat als ik er maar eentje naar kijk, dat niet voldoende is. Moet de wereld het laten zien. En ook ik moet de wereld zien om daar iets mee te doen. Want zij heeft het idee dat kunst gaat over wat er diep van binnen in je zit. Mm-hmm. En je hebt een vuur en een noodzaak en een boodschap en die komt eruit op het doek. Want dat is haar medium, het doek. Maar zij is ook altijd heel erg gelauwerd als het wonderkind. En op een gegeven moment realiseert ze zich dat alles wat ze maakt, dat ze dat alleen maar maakt omdat anderen dat mooi vinden. Of haar... Wat zij maakt is wat anderen willen zien. En wat goed scoort. En wat anderen pleziert. Hè? Als je alleen maar maakt wat er diep in je zit, dan is het toch best wel grappig dat het dan ook aansluit bij een stroming. Toch? Het is toch heel tijdgebonden. Dus kennelijk maak je toch iets zodat anderen dat dan daarvoor kunnen applaudisseren. Of dat goed kunnen vinden of slecht. En daarom sluit ze zich op in dat huis. Ze denkt, wat zit er nou in mij als niemand het ziet? Wat maak ik dan? Maar dat hele idee dat kunst diep... Dat iets een soort individuele expressie is van je allerindividueelste emotie. Dat is volgens mij een verkeerde... Of in ieder geval een illusie. Ze loopt erin vast. Het blijft absurde business. Want als je dit als per uur berekent, hè, jullie werk, hier dan is het niet te doen. Hè, gewoon. Dus het is natuurlijk gewoon, het is iets heel geks. Jullie hebben beide de behoefte om iets te maken wat gezien wordt als kunst. En daar eindeloos in te investeren. Ja. Maar waarom? Omdat het moet. Van wie? Van God, maar niet echt van God. Ik bedoel, God bestaat helemaal niet, maar van iets goddelijks, van een soort idee, van een soort lotsbestemming of zo. Dat is ook echt heel... Maar het is minder dramatisch dan dat. Maar voelde jij dan dus wel dat er iets in je zat wat je eruit moest? Ja, dat was in dit geval, bij dit boek, was dat echt zo. Dat doel is ook veranderd.
omdat ik dus op een gegeven moment een kind kreeg tijdens het schrijven van dat boek. En toen heeft het ook 1,5 jaar stilgelegd. En daarna is dat boek ook anders geworden. En schreef ik het misschien ook wel een beetje voor hem. Ook omdat ik niet die vrouw wilde zijn met kind die een roman voor eeuwig, weet je wel, op de plank had liggen die nooit afkwam. Want toen kwam dat kind. Ja, precies. Want ik weet nog dat ik toen tegen mijn redacteur zei van, ik ben zwanger. En toen zei hij van, oh mijn god, oh nee. Hij zei, nou, oké, ik zie je over 2 jaar wel weer. Ik zo, nee, echt helemaal niet. Ik ga gewoon het zeggen. Ja, ja. En ik vond het ook heel irritant dat hij dat zei. Maar het was gewoon wel een beetje waar. En daarna, het is voor mij ook wel een doel om voor mezelf in ieder geval te bewijzen. Ik had echt heel erg in dat moederschap ook het idee van, ik kende geen goede voorbeelden. Ik weet nog echt toen ik net zwanger was, dat ik toen dacht van, Van vrouwen die en kinderen hadden en fantastische auteurs waren. En dat ik echt een soort snikkend zo tegen mijn vriend zei van, hey, Connie Palme heeft ook geen kinderen. En Sylvia Plath heeft zelfmoord gepleegd en 4 kinderen. ik dacht gewoon, dit gaat niet meer lukken. En nu denk ik inmiddels van, dat is misschien nog wel een extra doel voor mij. Dat ik gewoon wil bewijzen dat ik hierna nog 15 boeken ga schrijven en 3 kinderen krijg. Ja. Ja, dus dat het geen surrogaat is, niet het een of het ander is. Nee, kinderen, zeg maar niet leven of kunst. Nee. Ja. Nee. Je kan en kinderen krijgen en roman schrijven en het zijn beide verlevigheid. Ja, en ik denk ook dat dat dus de soort van kunst is. Omdat in Persers boek muzikanten, zeker klassieke muzici, dat is het ergste soort wat er bestaat. Ik heb 1 keer verkering gehad met een klassiek violist. Nou, ik kwam niet verder dan mijn foto en zijn vioolkist. Voor de rest was het gewoon, ik was er niet in zijn leven. Dat zijn zulke geobsedeerde mensen. Ja, dus dat was wel, ja. Dat is, maar, jij, ja. Maar jij zegt, dat moet van God. Dat is een heilig moeten, vertaal ik dat een beetje. Ja. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval wat me door de dag heen sleept af en toe. Ja. En Pers, waarom is dat? Jij wil iets, hè? Sterker nog, je schrijft dus een roman waarmee je je bron van inkomsten, niet alleen dat het de romanschrijver levert natuurlijk niets op, maar niet alleen dat, je maakt ook nog je beroep moeilijk. Zoals je in het begin wat ik heel begrijp. Maar je geeft er wel ongeveer alles voor op. Maar waarom? Ja. Ja, ik vind dat echt de moeilijkste vraag. Ergens snap ik wel dat jij zegt van het moet van God. Want ik was vroeger heel erg gelovig en nu niet meer. Ik heb nooit gedacht het moet van God, maar ik weet wel dat ik om mijn 17e al dacht, ik ga een boek schrijven en ik weet nog niet eens wat ik te vertellen heb. Maar later werd het schrijven voor mij vooral een manier om na te denken. En ik hou heel erg van lezen. Ik lees heel veel. En om dan een roman te schrijven is een soort antwoord daarop. Om iets tussen al die boeken te plaatsen die ik heb gelezen. Want ik sta nu ook in die reeks. En niet als quest, niet als eerding, maar meer als meedoen met die ruimte van al die gedachten die wordt gecreëerd met die boeken. Dat is heel cool. Ja, toch? Ja. Ik denk ook de hele tijd van, ik was hier redacteur een half jaar lang ongeveer. En nu zit ik hier als schrijver. Holy shit, dat is gewoon heel vet. Ja. Ja. Hier redacteur in de Bali, ja, dat hebben we nog niet genoemd. Ja, hier in de Bali, Ja, maar niet als eer, zeg je erbij meteen. Nee. En dat zeg je, maar hoezo niet? Ja, want dat komt, valt niet zo heel veel eer aan te behalen hier. Nee, ja. In Nederland, denk ik wel eens. Nee, ja, het is. Iemand vroeg me, jouw boek gaat over kunstenaars en er wordt ook allemaal schrijvers in zich geciteerd. We hebben wel een beetje een elitair boek geschreven. Toen dacht ik, ik vind het ook best. Nee, want die muzici, ze reizen met Ryanair en zitten in crappy hotels. En niemand luistert klassieke muziek. Niemand is erin geïnteresseerd. Hoe elitair is dat nou eigenlijk? Het is eigenlijk een klein hoekje van de wereld waar nog steeds minder mensen iets mee te maken willen hebben. Dus in die zin, hoe eervol is het? Voor mij, omdat ik schrijvers, omdat ik de literatuur voor afgoot, is het eervol, maar niet per se vanuit het op. Oogpunt van de wereld, denk ik. Ja. Ik vraag ook zo over door, want jullie beide zulke mooie en lelijke dingen schrijven over kunstenaars en kunst en kunstopvatting en wat kunst kan zijn en niet is en hoe totalitair en
verwoestend. En, het verbaast me heel erg hoe moeilijk mensen het vinden. Wat Persis ook zegt. Ik heb dat ook heel vaak gehoord van... ja, een boek over de toneelwereld. Ja, dat vinden mensen toch dat is wel heel erg ver van hun bedshow en zo. Dan denk je, nou zeker de toneelwereld... is met een beetje goede wil ook nog eens ontzettend veel roddel en intrige... en dikke, vette karakters. En dus, maar ik vind dat heel verdrietig makend. Dat ik echt merk dat... inderdaad steeds minder mensen geneigd zijn om de wereld van de kunsten zich eigen te maken of zich daarin te verdiepen. En je verwacht dat een schrijver die sprong der verbeelding maakt. Dus niet als ik nu een boek zou schrijven over een schrijver van 31, een vrouw, en dan is het dan, oh, navelstaardig. Dus je vraagt van een schrijver om de sprong van verbeelding te maken. Maar een lezer mag dat natuurlijk ook. Ik bedoel, ik heb ook romans gelezen over, weet ik veel, iemand die op een scheepswerf werkt of zo. En ik weet ook niet, al die woorden waren totaal nieuw voor me. Maar dat is juist een. Je stapt die wereld in. En dat is juist. Daar verdwijn je dan in als lezer. Ja. En dat is heerlijk. Ik vind dat gek, omdat we dus wel gewoon boeken over huisartsen willen lezen. Ook al ben je geen huisarts. En dan inderdaad, als het gaat over een kunstenaar, dan is het onmiddellijk ingewikkeld. Dat is een heel. Er is iets heel raars wat dat betreft aan de hand. Ja, elitair en gewoon nog geen zin in. En ik denk dat wij allebei juist een boek, ook met het boek ook iets over iedereen heb willen zeggen. Niet alleen over een soort de 1%. En ik dacht ook nog even, toen je vertelde over je kind, dat juist dat idee van kunst sluit leven uit, dat gebruikt is als... manier om vrouwen oppressie binnen te houden. Ja, precies. Ja. Want daarmee zeg je dus ook dat vrouwen automatisch geen kunstenaar kunnen zijn, want die krijgen kinderen en die hebben maar zo'n... die moeten daarvoor zorgen. En dat juist... Bovendien, die hebben dat al en mannen moeten het op een andere kunstzinnige wijze. Hè? Zich weten voor te planten en uit te drukken. Ja. Dat is ook zo'n dat is zeker een idee van... kunsttheorie. Zeg maar. Nou, en ik weet zelfs dat ik... Is, absoluut. Ja. Ja, maar dat ik toen dacht van, oh, ik schrijf echt over gruwelijke dingen. Ik moet hier nu ook niet over schrijven, want ik ben zwanger, dus dan moet je niet, hè? moet je alleen maar fijne gedachten hebben? Nou ja, dat weet je. Je leert aldoende of zo. Maar ik heb dat idee nu helemaal niet meer. En dat is toch ook echt iets wat me toen ergens is aangepraat. Van je moet gewoon... Je mag niet je personage in de fik zetten en zo. Nee. Geen vreedheden, weet je wel. Je moet gewoon geurkaarsen kopen. En... Ja, rustig afwachten. Ja. Zonder net te schrijven. Ter afsluiting van dit gesprek wil ik ook even naar jullie de kans geven om te vragen of te praten. Het zijn zeer aanstekelijke boeken allebei. Het is denk ik niks van het leven of de kunsten. Het is allebei. Ik bedoel, als ik ze lees, en ik heb ze nou weer herlezen de laatste dagen. Ik geef ze ook met regelmaat weg aan mensen, omdat het boeken zijn die je ongelooflijke zin geven in het leven. Zeg maar, omdat er ongelooflijk veel goeds en lekkers en moois in gebeurt. Ik bedoel, mooie plekken aangedaan worden, plekken waar je heen wil. New York, Florence, Rome, er wordt gegeten, er wordt geneukt, het is zeer plezierig, gewoon, en zeer aanstekelijk. En het is niet het een of het ander, absoluut niet, het is beide in die beide romans. En dat spreekt mij ongelooflijk erin aan. Dus het is, maar wat ook ontzettend leuk is, en daar heb ik het nu onder andere proberen over te hebben, is zeg maar het bezig zijn met wat kunst is en waarom het bijzonder is. En dat is natuurlijk een eeuwige vraag, een hele moeilijke vraag. Ik begrijp ook dat die vraag aan jullie stellen een beetje een flauwe vraag is. Maar hij is wel interessant, want je wijden er beide zo lang over uit in die boeken. En dat werkt aanstekelijk. Het werkt bijna zo dat je zin krijgt om dingen te maken, te doen. En dat is doen en maken. Hè? En dat is mooi eraan, vind ik, aan beide romans. Dit even ter afsluiting van dit deel. Ik wil even kijken of er mensen zijn die opmerkingen, of eigenlijk liever vragen. Hoeft ook niet, mag wel. Het is niet verplicht. Die mag ik, Goedenavond. Dank jullie wel voor je tijd. Het was echt heel erg leuk om je over te horen. Ik heb alleen even een vraag, want de titel is Vrouwen die schrijven zijn gevaarlijk. En als je nu terugkijkt op wat je hebt geschreven over mannelijke personages, hebben jullie het idee dat jullie daarmee een soort van het mannelijk personage of het idee van man zijn in gevaar hebben gebracht, waardoor ze misschien geïmponeerd kunnen worden of tot zelfreflectie kunnen gaan komen? Ik heb boeken nog zelf nog niet gelezen trouwens.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook wel naar keek. En ik vond het ook wel een beetje een zinnetje om kaartjes mee te verkopen. Ja, dus ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Het was niet, dat, volgens mij zei jij dat ook. Het was niet de bedoeling om een soort feministische wraakroman te schrijven. Of om een... We zijn natuurlijk in een soort van transitiefase waarin we ook merken dat, oké, we gaan voor gelijkheid voor vrouwen, maar ook een soort van herdefinitie van de rol van de man in het algemeen. En ik vroeg me af of dat ook een beetje bij jullie tot uiting komt. Ja, dat was wel mijn bedoeling, ook om iets te zeggen over de theaterwereld die heel lang bestierd is door witte mannen van tussen de, laten we zeggen, 30 en de 65. En dat je nu ook wel degelijk merkt, en dat zit ook in het boek, er zit op een gegeven moment een aanvaring in met een journalist. Die aan Leo vraagt van waarom heb je eigenlijk geen mensen van kleur in je ensemble? En dan zegt hij, ik heb best wel een kleurling in mijn ensemble. Dus echt een man die niets heeft meegekregen van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En die eigenlijk compleet door het ijs zakt in dat interview. En dat zit ook ergens aan het einde van het boek, is dat ook een soort voorbode voor een nieuwe generatie die in werkelijkheid nu ook in dat theater eraan komt. Ontzettend veel vrouwen. Nou, zoals we weten, vorig jaar voor het eerst een zwarte vrouw de Theodore gewonnen. Daar is van alles aan het verschuiven. Dus daar wilde ik het wel degelijk over hebben, maar ik wilde dat eerder als een soort van... Dus het is een beetje een Van de Shackler-roman in die zin. Het is het bos, hè, van Macbeth dat langzaam begint op te rukken. Oprukt tot aan de muur. Ja, alleen het stopt wel voordat hem... Hè, of eigenlijk is dat niet de reden dat zijn kop wordt afgehakt. Maar je weet wel dat het dat de tijden veranderen. Ja, is dat een beetje antwoord op... Nou ja, we hadden hier kort geleden hadden we een gesprek hier in de Bali. Dat deden we over in Bellevue. Paolo Cognetti en Tommy Wieringa. En daar was toch een hoop onzekerheid te horen bij beide auteurs over de rol van de jongere man en mannenvriendschap. Die toch echt het idee hadden dat daar wel... ik laat het even aan hun. Maar beiden hadden sterk de indruk dat... Cognetti heeft daar ook net een roman over geschreven, dat toch wel aan de gang is, zeg maar. Dus ook als auteur, maar ook als ook mannen in bredere zin des woords. Ja. Ik heb daar, dat is al een paar jaar terug, volgens mij, dat Joost de Vries daar iets over schreef in De Groene, over inderdaad Nederlandse mannenliteratuur met alleen maar, jij zei het eigenlijk ook al, stumpers van jongens die niets voor elkaar krijgen in het leven en zo eindeloos, maar door de modder en de vandaar Igor. Dat is wel eens lekker dan, ja. Dat is een grote literaire traditie. Denk ik, in Nederland. Die heeft er tijdelijk gereageerd. Zeker. Anderen, zijn er nog mensen die... we hebben zo buitengewoon helder aangesloten op de inleiding ook. Dat misschien dit een geheel af en rond... ronde avond is. Ik heb trouwens vooral één aankondiging. Er is geen boekenverkoop. Maar we hebben er twee. Ik heb mijn boek bij. Mijn auteursexemplaar mag je van me overkopen. Mocht je nou vanavond in bed meteen al willen lezen. Kom even naar me toe na afloop. Handig. Heb reclame, einde reclamebericht. De mijne niet, overigens. Die zijn niet. Goed, dan wil ik jullie, hartelijk danken voor zo openhartig praten over zeer persoonlijke zaken en over ingewikkelde zaken natuurlijk ook. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de komst hier. Roel, hartelijk dank voor de inleiding, de wetenschap, het licht vanuit de wetenschap. Graag weer bij een andere literaire salon in de Bali zie ik jullie allen graag terug. Hartelijk dank. Bedankt. Dankjewel.